Oké, jongens, welkom bij een nieuwe video. Ik had een geweldige kill game gehaald. 14 kills of zo. En nu gaan we de replay gewoon doen. En ik laat hem helemaal afspelen. Jongens, dit was een ziek potje. Ik had het helaas niet opgenomen, maar nu hebben jullie hier de replay van. Sorry dat het klemmetje kut beeld is, maar ik heb het gewoon niet opgenomen. Weet je, het is gewoon eigenlijk een grote dikke beeld. Oké, hier begon het. Wel klaar met je lek, hé. Holy shit. Hoeveel mensen gingen er überhaupt mee? Gek hem dan. Ja, ik ging naar Lazy Lake. Toch? Ik vind het zo kut. Ja, ik ging dus hier naartoe. Hier, ik had hier een pump. Ik had hier als eerste pump. Dat was echt een koude kill. Oké, dit was mijn gameplay. Ik heb hem even... Ja, oké, dit is een klein beetje gebukt, zeg maar. Oké. Hoe kan ik dit verbergen? Echt, het is namelijk heel kut. Headshot met een pumpy. Waarom... Ik kan het niet wegdoen, zeg maar dat met dat niet zo moeilijk is. Ik dacht hier, kut, ik ga hier dood. Maar dit was echt kut nu. Ik snap niet helemaal hoe dat mis was. Dat dacht ik. Dus ja, er leven hier nog ongeveer drie mensen. Je kunt het recht onder zien. Kijk hier weer elkaar. Oké, geel en paars gaan elkaar pushen volgens mij. Ja. En die gaan daar dood. Volgens mij gaat daar paars dood. Ik kon die chest maar niet vinden. Maar blijkbaar was de trap hier gewoon overheen. Dus ik dacht gewoon brr. Dus ik nam hem even lekker in. Ik had 90 HP. Ik vond het niet heel lekker spelen. Toen had ik al 2 kills, toch? Ja. Nee, 3. Ja, ik had er 3. Ik had al 3 jongens. Waar kan je dat zien? Hoeveel kills je had? Heel hinderlijk, maar oké. Nee, ik snap niet waarom er 20 van de 38 er zijn, zeg maar. Want ik speelde echt solo. Nou, op solo squad. Nee. Dat wordt hem iets te moeilijk. Er kwamen telkens spelers bij, zeg maar. Dat had ik wel in de gaten. Ik hoorde alleen maar mensen bij me. Nou, niet en zo. Dag, ja. Oké. Maar ik had echt niet verwacht dat ik dit zou winnen. Ik had 3 kills hier, volgens mij. Ik dacht dat we niet... Oh, dat is al een redelijk potje. En toen moet je 7 kills halen. Toen dacht ik, oh dit gaat een winnaar worden. Dus ja. Jullie gaan het gewoon zien. Ik geef af en toe gewoon commentaar. Ik dacht hier, trouwens. ik dacht hier dat er iemand boven mij was. Oh ja, hier ga ik even mijn edit showen. Ja, dat zijn gek edits. Ik
eerste dag dat hij naast me zat, maar ook niet. Dus toen ging hij naar beneden lopen volgens mij. Als ik het goed heb. Zo, dit is even een stuk beter. Oké, dus ik dacht dat ze hier naar beneden. Maar hij had echt heel erg lag. En hij was echt, nee, hij had niet eens lag blijkbaar, maar oké. Hij liep gewoon langs me en dacht, fuck you. hoe staat er bij mij 0 kills? Even serieus. Bleh. Hier moest ik even de deur open doen, trouwens, dus vandaar dat ik niet bewoog. Iemand was gewoon bij me. Ik weet nog steeds niet hoeveel kills ik heb gehaald. 4 volgens mij. Beter, gaat het wel iets beter. Nou, oké. Ik had hier 0 kills, blijkbaar of zo. Ik had er toch echt 4. Oké, jongens, we hadden hier toch 4. Ja, ik had hier 4 kills. Ja, 4. Ik hoor nu iemand een mini in. Ik had geen flauw idee waar die was. Ik maar een kleine zoeken. En ik dacht van, waar de fuck zit hij? En ik zag daar iemand de truck in gaan. Volgens mij. Ja, hier kijk. Ik zag hem daar in de truck. Dus ik dacht, nou, neem ik alvast mijn beurs. Hij komt er zo wel uit. En daar liep hij hoor, de knakker. Mijn aim was daar niet al te best. Inderdaad. Maar er komt een heerlijke snijpkill aan. Let op, jongens. Ik werd daar gesnijpt. Let op. Hij was echt tante schreeuw, want ik bewoog niet eens. En toen dacht ik. Wah. Kijk. Inderdaad. En toen was hij dood. Hier, ik heb 5 kills, oké. Ik heb 5 kills. Huts, edits, huts, sniffel. En deze was echt heel hard lag volgens mij. Oh nee, dat valt niet eens. Dat valt echt best mee eigenlijk. Ik heb hier 6 kills. Gewoon 6 hoor, gewoon 6. Gewoon 6. En rechts van mij zaten er gozertjes tegen elkaar te fighten. Maar die deur wil zo niet. En ik dacht, nou, neem ik die buspoes er wel lekker mee. Gewoon. En ik maar sprinten. Ik dacht dat ik het niet zou overleven. Omdat er echt gewoon veel knakken zaten. Links van mij. En dan komt er hier rechts iemand mij pushen. Nou, dat schiet op mij. En ik dacht, wegrennen. En ik dacht, oh nee, kut, ik ga niet meer winnen. Oh nee, 4 tegen 1. 2 tegen 1, dacht ik. Iemand met die bubbels net. En ik maar sprinten en ik sprinten. Nou, ga ik weer iets meer dan ja, ik zie het. Maar iemand die is gewoon ontsnapt van mij, blijkbaar. Echt heel hard ontsnapt. Zie je hem, zie je dat blauwe ding wegrennen? Ik zag hem niet of zo. Oh, dief, ben ik blind. Milan, dat is echt schamelijk. Ik heb 7 kills hier nu. Zerven. En ik dacht, nee, kut, waarom laat ik die bandage leggen? Dat zie je nu dadelijk, dat ik gewoon dadelijk terugloop. En ik dacht, oh, fuck. En ja, toen liep ik gewoon terug, hier over 15 seconden of zo. En toen ineens gewoon, woem, oh, kut, bandage mee. Mee te nemen. Hier, kijk. 3, 2, 1. Oh, nee, wacht. Ja.
Het is kut. Ik heb de bandit niet meegenomen. Over 15 seconden gaat de cirkel. En ik dacht van, fuck. Bij de 16 seconden keerde ik gewoon weer terug. Hier, zei ik. Ja man, ik was al 12. Brr. Ik kon wel 12 seconden verder zijn. En de storm komt volgens mij dadelijk ook mij weer halen. Maar mijn één was dit potje echt goed. Na het begin van het potje niet, maar dat was ook omdat dat mijn eerste potje was. Trouwens, ik geef nu een tip. Je moet altijd de pickaxe in je hand houden. Want anders kan je pas zwemmen. Tenminste, daar kwam ik pas nu mee achter. Kijk, nu heb ik een sniper in mijn hand en ik kan niet zwemmen. Kijk, en ik dacht, nou, dus switch ik wel gewoon weer terug naar mijn pickaxe. Dus ja, ik kon ineens niet zwemmen of zo. Hartstikke kut natuurlijk. En daar zag ik iemand lopen en ik dacht, huts, ik schoon maar. Het scheelde ook echt maar een halve centimeter of zo. En ik hoorde ineens voetstappen bij mij of zo. Dus ik dacht, fuck. Hier recht voor me. En ik dacht, ja, die vis hangt wel mee voor die is nieuw. Want dan kan ik tenminste zeg maar zo'n visje. En die geeft volgens mij gelijk full health. Zo 50 of 50. En hier links loopt gewoon een knaap van mij. En dat was de bak tegen me. 105 hit hoor, lekker Milan. Hij liep gewoon door. Ja, dat is wel logisch, maar ik bedoel. Ja. Ik kwam er met 15 HP uit, als ik het goed heb. Ja, ik heb het nog goed. 13 zelfs, hoe die tyfus. Ik moest echt niet doodvallen. Ongeveer de laatste 10 minuten waren echt koud en spannend. Ik heb er nu nog steeds 7. Ik zag hem lopen, maar ik dacht, ja, ik kan beter vast een cirkel lopen, anders ben ik dood. Dus ik rennen. En ik zag iemand gewoon ineens langs mijn pad lopen. En ik dacht, nou, wachten op het goede moment. Pak. En ik klop. 8 kills alweer. Dus ik dacht, ah, lekker. Hutsje niks voor. Dat zei ik ook precies op hetzelfde moment. Moment toen ik zei huts en ik voor zei was het ook zeg maar achter me liep iemand, ja, maar dat kan je natuurlijk niet van zo'n afstand horen. En ik dacht, nu achteraf gezien denk ik dat ik een pannenkoek ben, echt jongen. Ik had hier 8 kills, het ging wel lekker. In links van mij hoor ik iemand schieten, dus ik dacht, ja, kut. Nee, ik ging een kleine scouten waar ik vandaan kwam en zo. Ik zag niemand, dus ik dacht, nou, oké, zal wel. En iemand schoot op mij, maar als die mij hitte, was ik gelijk dood. Want ik heb 113 HP en hij had volgens mij gouden of paarse sniper, volgens mij. Hier, rechts van mij, ineens een guy op mij geaimd. En hij was echt net op tijd. Ik wou een headshot, en dadelijk was hij zeg maar net op tijd met, doen en schieten. Links van mij kwam er ineens een knaap. Ik dacht, het is dezelfde guy uit Crazy. Van Energy. Nee, Fatal. Ik had hier 9 kills alweer. En ik dacht, medkit. Innemen. Oh, jongen. Ik nam die medkit mee voor die kuthengel. Een paar scarnings. Huts, niffel. Nam ik even alles zeg mee, maar ik had al vol steen, dus vandaar dat ik het niet mee kon nemen. Iemand kwam iemand gewoon mij pushen ineens, dat zie je rechtsonder. En ik dacht van, nee, ik neem eerst een medkit in.
een gekke edit hoor. Huh? 10 kills. Ja, hij rekent er net niet bij. Ik heb 10 kills. Volgens mij. Ja, ik heb 10 kills. Dus. Wah, wah, wah. Ik was wel blij dat ik het haalde. Er leven hier nog maar 6 mensen over. Ik snap echt niet waarom er 38 daarnaast staan. Maar er leven hier nog serieus 6 mensen. Dus derde cirkel. Het was best klein op zich. Hier, en is een knaap. Ik liep gewoon even kijken. Dat was een klein beetje lek van hem. Mijn zoon, hij was lek van mij. Huh? Oh. Dat is niet best. En ik hem gelijk pushen. 24 headshot. En ik dacht, hij nakt echt mijn kill. Maar ik had het beter laten kunnen doen. En die guy gaat ineens in mijn ene. En ik dacht, fuck. Die kijkt snel uit mijn inbouw van. Minis innemen. En ik komt er een kutsprayer aan. Hij was echt koude low, maar ik gelukkig. Ik dacht, red. Even weg, gang. Loesoe. Ik gelijk even. Even, ja, dat is zo. Ik heb hier 11 kills. Ja, ik heb hier 11 kills. Dan neem ik even opnieuw minis in. Dan een medkit en daarna de big potion. Wacht. Ik ga hem even pauze zetten. Ik kom zo weer terug, want de bel gaat. Wacht even, tot zo. I'm back boy, maar weet het wel, ze kwam ineens een snoekje om zo belletje trekken. Hoe je dat ook tegenwoordig noemt of zo. Wacht even, nu ga ik weer even goed zitten. Even flauw idee waar mijn verhaal was. Oh ja, ik probeerde dus een medkit in te nemen, maar ja. Hij schoot met een AR op mij, dus ik dacht gewoon, fuck. Ik ben dood. Maar dat was niet. Ging ik even een big potion innemen. Toen helpt dat. Ik was een net vet. Een gekke edit. En pieuw! Ja, jongen, ik was echt. Ik heb hier 12 kills. Ja, ik heb hier 12 kills. Ja, die 12 kills, ja. Leven hier nog 3 andere mensen over. Dus ik kon 15 kill game pakken. Bizar leuk was het natuurlijk. Dus ja, ik ging maar een klein beetje opletten waar iemand was en zo. Wacht. Hij werd ook dadelijk geschoten omdat het op mij was. Dus ik bouw me gelijk in.
hier letterlijk iemand was hier iemand. Hier, kijk, iemand achter mij komt daar dus door inrijden. Hier, kijk. Die had wel echt lekker, serieus, want daar is een zie daar. Ik heb hier 13 kills. De andere twee gingen met elkaar fighten. Dus ik dacht, ik ga hier wat chillen. En ik dacht, ineens kwam er een log op mij gesnijpt. En ik dacht, ik wil je gewoon helpen. Maar nee hoor, er gaat duidelijk iemand om mij snijpen. Je let op. Maar mis hoor, kut. Maar hij gaat gewoon verder met zijn leven. En ik dacht, dan ga ik wel even omlopen. Kijken of ze doodgaan. Of er één doodgaan. Dus dat ze elkaar op gewoon dood. Gewoon dat ze elkaar honken launchen. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Dan heb ik gewoon een win met 13 kills. 12? Ik had 12, sorry jongens. Nou, ik had 12 toch? Ik dacht, hij gaat om mij heen. Ik dacht, lekker een beetje dichtstuk. Hij hoort mij daar echt niet in. Ik wil een klein schil, natuurlijk. Dit schil echt een half centimeter. Echt gewoon minder waarschijnlijk. Hoe je ziet dat schil niet. Maar hier waren ze allebei low. En ik dacht, ik ga me schieten. Milan gaat de klemming doen met zijn edit dadelijk hoor. Let op. En ik dacht hier, ik moet high ground krijgen als er iemand dood is. Ik wou hem eigenlijk alleen maar helpen. Dit is ook echt niks. En gewoon telkens met mijn snipe zit ik er echt dichtbij. Ja, toen was het dood voor hem, zeg maar. Toen ging ik omhoog, misschien haal ik nog een paar kills. En ik dacht, kut. Ja, niet lang, goeie. En hier, ik moet gelijk poetsen. Gewoon gelijk poetsen. Maar hij was gewoon boven mij, blijkbaar. En ik wist dat niet. Wat doe ik? En toen had ik 13 kills. Dat was wel lekker. Moet ik toegeven? Dat is lekker veel werk. Ik had 13 kills. Ik ben er bijna best blij mee. Dit was mijn gameplay die ik neerzette. Ik ben er best trots op. Vind ik zelf. Dus ja. Dus dit was ook gelijk de video. Ik zie jullie denk morgen of morgen of zo. Bye bye!